Voor mensen die hadden gehoopt voor een video, er is weer KUT gebeurd. Mijn laptop is vastgelopen, daardoor is het niet door gaan renderen. Nou moet ik weer wachten een dag en 23, 3, dus eigenlijk 2 dagen eigenlijk. Moet ik wachten tot er weer een nieuwe video klaar is. Ja. Ik wil je echt excuses aanbieden als je weer had gehoopt. Ik had zelf ook gehoopt dat er weer een nieuwe vlog online zou komen. Maar ja. Dit is dan weer een soort van praatvideo. En laat maar even gewoon de ideeën er maar achter. Dan ga ik maar zeggen. Volgende week, maandag, komt dan een nieuwe vlog. Dan ga ik nu even hard aan werken met nieuwe dingen. Laat maar even gewoon leuk. Video day achter. Dan ga ik gewoon. Deze week komt dan helemaal geen vlogs meer. Ga ik volgende week maandag ga ik proberen dan online nieuw alles te doen. En weer op ritme te krijgen. Dus ik loop ook heel erg veel achter. Maar ik blijf nog wel vloggen. Maar dat komen dan ook wel gewoon later. En ja. Jullie moeten eigenlijk gewoon zien eigenlijk dat het nu pauze eigenlijk is. Niet echt letterlijk pauze. Maar pauze met vlogs. Maar gewoon. Er komt wel elke dag een video online. Als jullie laten weten hier beneden in de comments wat voor video ik kan doen, dan probeer ik dat video te maken. Via mijn telefoon, want via mijn telefoon kan ik gewoon nog wel een soort van video maken, maar dan geen bewerkt video is het dan. Dus laat maar even beneden hier beneden in de comments weten wat voor video ik kan maken. Komt waarschijnlijk morgen dan een video daarvan online. En. Laat gewoon gelijk even weten van video van donderdag, van vrijdag en zaterdag en zondag. Tenminste van deze week dagen, leuke dag. Laat maar gewoon even leuke video opdrachten achter. Dan ben ik benieuwd naar wat jullie wel voor video's leuk vinden om te maken. Praatvideo over mijn winkel bijvoorbeeld. Over mijn leven, hoe ik in mijn vel zit. Ik noem maar wat. Laat maar gewoon weten in de comments. En ik wil je allemaal bedanken voor het kijken. En ik weet dat sommigen het leuk vinden om een aparte video te zien. Zag ik al in de comments. Wil ik ook even in ieder geval wel steun voor de gebruiker. Bedankt voor de steun. Dat jullie wel begrip voor hebben. En dit is eigenlijk ook gemaakt via mijn telefoon video. Dus weten jullie het ook. En ja. Dus, maar dan ga ik dadelijk even eten. Ook moet ik ook weer. Maar ik wil jullie allemaal bedanken dan voor het kijken naar deze video. Ik kan eigenlijk op wel, waar ik ook eerlijk moet zijn, heb ik ook natuurlijk vandaag nog gesnapt. Dat ik eigenlijk best wel kan janken hierdoor. Dat is echt zo. Doe me eigenlijk kapot veel zeer. Niet dat ik eigenlijk. Maar gewoon dat jullie. Dat er gewoon een vlog eigenlijk online moet komen. Dat doet me zeer. En waarom daar de laatste tijd alleen maar fouten worden gemaakt, dat snap ik zelf ook niet meer. Ik snap mezelf soms ook soms zelf niet meer. Waarom dit allemaal gebeurt. Waarom gebeurt dit? Waar heb ik hierdoor aan te danken dat ik dit krijg? Vraag me dan af. Ik wil zo graag een video online hebben. Maar ja. Maar laten we even de video die deed achter. Dus ja. Ik wil jullie allemaal bedanken in ieder geval dat jullie deze video hebben bekeken. En doe je al, vond je die interessant? En weet jij nog leuke ideeën? Laat het natuurlijk weten. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik, laters!